De 41-jarige koningin van de Korenmarkt moet vandaag samen met haar 66-jarige vriend voor de rechter verschijnen. Justitie verdenkt het stel van het witwassen van drugsgeld. Eerder gaf de horecavrouw toe dat ze het geld aannam van de 66-jarige Arnhemmer. Burgemeester Marcouch liet onderzoek doen naar de herkomst van het geld. En met de Bibopwet liet hij 4 cafés sluiten, die tot op de dag van vandaag nog steeds dicht zijn. Justitie begon een strafrechtelijk onderzoek naar de 2. De Arnhemse kreeg de naam omdat zij in een paar jaar tijd tal van cafés overnam van het Arnhems Horecaplein.